Hogeveen TV wordt mede mogelijk gemaakt door de Zuidema Groep, Adviesgroep Mulderijverzekeringen, Danny Schilderwerken, Drukkerij Ballast en Hilbrink, Volksgroothandel Hogeveen, Nijenhuis Uitzendbureau, Hogeveen Mannenmode, A28 Personeel en Opleidingen, ING, Tankstation Klok, Albert Heijn Overijn en de Businessclub Hogeveen. Het duel tussen ZZVV en Hogeveen op de laatste speeldag ging dan niet om de titel. Maar voor Hogeveen waren de belangen groot. Er was winst noodzakelijk om zich te plaatsen voor de na-competitie. Het duel stond ook in het teken van het afscheid van Joël Huiskes. Hij speelt nog wel in de na-competitie. Maar het was zijn laatste officiële thuiswedstrijd in de competitie voor ZZVV. De clubtopscorer van de ploeg uit Zuidwolde. En voor deze gelegenheid was Huiskes junior Jun de pupil van de week. Hogeveen, ja, dat miste een rit spelers. Het loopt echt wat dat betreft op het tandvlees. Veel geblesseerden en veel afwezigen dus. Ja, en ook ZZVV kon een aantal spelers sparen, want die ploeg is al zeker van de na-competitie. Hier het eerste wapenfeit via Giovanni van Dijk. Hogeveen dus dat moest winnen, tenzij Klaasineveen natuurlijk punten liet liggen. Beginfase was voor Hogeveen. Hier afleggen van Twan Reinders en de snelle openingstreffer van Hogeveen via Marco Zanting. En dan heeft de ploeg van Niels van 't Hoog, die de laatste weken zo wisselvallig was, wat het wil hebben. De snelle voorsprong. Maar dan nog geen minuut later. Tom Leerdam vindt Giovanni van Dijk. En die schiet de bal via de onderkant van het lat in het doel. En dan is het een minuut na de openingstreffer van Hogeveen alweer gelijk. En de stand is weer... Giovanni van Dijk. Doelpunt Giovanni. De zoon van oud-Hogeveen spits Johan van Dijk. Ja, en dan het tegenvallen na 7 minuten. Marcel Lindhorst geblesseerd op de grond en zou even later geblesseerd moeten afhaken. Achttiende minuut, Joël Huiskes. En die bal rolt via de vingertoppen van Slot voorlangs. Vierentwintigste minuut, vrije trap Huiskes en die bal die belandt op de lat. Krijgt Hogeveen die bal niet weg. Adema met de voorzet. En die bal die gaat uiteindelijk over. Maar er is toch het gevaar voor ZZVV. Dat er dus wel een echte wedstrijd van gaat maken. En geen cadeautjes weg wil geven. Ruben de Haas. Jan ten Katen. En Jan Twan Reinders. Even weer dreiging van Hogeveen. Vlak daarna. Van Veen legt die bal af op Reinders. Een uitstekende redding van Jelle Verburg. Die zijn 100ste wedstrijd keepte voor ZZVV. En vlak daarna de tegenaanval van ZZVV. Nick Vredenburg. Die heeft te veel tijd nodig. En goed ingrijpen van Ruben de Haas. Vrije trap Hogeveen. Zanting. Kopbal Kreeft. En die belandt op de paal. Ja, bij nederlaag is het natuurlijk de laatste wedstrijd van Andy Kreeft in het shut van Hogeveen. Mooie aanval hier. Sander van Veen komt net niet helemaal goed uit. En Verburg die een doelpunt voorkomt. Ziet er ook Niels van 't Hoog. En ja, en dan tegenvallig. Voor Hogeveen, Andy Kreeft, ja, was al niet fit. Ja, en hier Marlon Kruis, de assistent van ZZVV. Bloedfanatiek nog. Volgend jaar op de bank bij Hogeveen als assistent van Herman Schonewille, die ook op de tribune zat. Sander van Veen, oei, gestrekt been. Ja, en wat gaat scheidsrechter Peter Pol dan doen? Nou, we kunnen toch wel stellen dat hij Van Veen, denk ik, spaart. Geel.
Ja, is ook helemaal niets voor Van Veen, zo'n actie. Dan de vrije trap van Hogeveen. Kopbal van Kobes. Dan zitten we inmiddels al in de tweede helft. Ja, en dit zegt genoeg over de tweede helft. Er gebeurt nauwelijks iets. Zitten we inmiddels al in de 78e minuut. Hogeveen heeft dus dat ene doelpuntje nog nodig. Want het weet dat Klasina Veen op dat moment met 3-0 voor staat. Jelmer Wieringa. Ruben de Haas. Voorzet. En dan uiteindelijk in twee keer Jelle Verburg. Ja, en dan gaat ook Jelmer Wieringa eraf. Komt er een eind aan zijn voetballoopbaan. In de rust was Andy Kreeft al gewisseld. En dan nog een heugelijk moment, ditmaal voor ZZVV, het afscheid van Joël Huiskens. Maar zijn loopbaan wordt nog even verlengd in de na-competitie. 2 jaar HZVV, 3 jaar MSC. Jawel, ontzettend bedankt voor al die mooie jaren. En we hopen nog 3 wedstrijden van je te kunnen genieten. Zitten we in de 82e minuut. Voorzet, en ja, er wordt er Hens geclaimd. Zou Hens zijn geweest van Stefan Dijkstra. Nou, laten we nog eens kijken. Nou, nee hoor. Hand wel, of de arm langs zijn lichaam. Nou, lijkt me een goede beslissing van scheidsrechter Paul. Dan hier Van Veen. Komt net niet goed uit. En dan zitten we in de 87e minuut. Ja, en dan kan het kwartje ook zomaar goed vallen voor Hogeveen. Maar het loopt echt op het tandvlees. Saroni Vreeling. Kobes legt af op Vreeling. Oh, die raakt nog de paal. Wat was Hogeveen daar in de 89e minuut nog dicht bij plaatsing voor de na-competitie. 93e minuut. Overtreding van Stefan Patipelooi op Hani Mesetap Gebreksitos. In één keer goed uitgesproken. Ja, strafschop. Dave Padding, Oud-Hogeveen, velt het vonnis over zijn oude club. En brengt de stand op 2-1. En dan is het seizoen dus voorbij voor Hogeveen zaterdag. Lange tijd mocht het hopen op een plek in de na-competitie tegen, ja, de Weide. Maar dat sprookje gaat dus niet door. Het was allemaal ook wat te wisselvallig in de tweede seizoenshelft. Teleurstelling natuurlijk bij Hogeveen dat zich kan gaan richten op een nieuw jaar in de derde klasse. Met natuurlijk weer gewoon prachtige derbies, want het is gewoon een geweldige klasse. Dan onder leiding van Herman Schonewille en Marlon Kruis. Deze wedstrijd betekent dus ook het afscheid van trainer Niels van 't Hoog na 1 seizoen. Hij was ja, op het laatste moment de opvolger van Edward Sabander afgelopen zomer en vertrekt naar de reserves van hoofdklasser Berkem.